Hallo lieve volgers op mijn YouTube channel van Just Mark. Ik ben Mark en vandaag geef ik jullie mijn mening over het boek De Waarheid van Luc Nielis. Hey, tof dat je kijkt en ik vertel jullie mijn visie over het boek De Waarheid van Luc Nielis. Luc Nielis, voor degenen die hem niet kennen, is een geweldige spits geweest. Ik als Brabander en in hart en nieren PSV-fan moest dit boek natuurlijk lezen. Thijs Legers, de auteur, inmiddels perschef bij PSV geworden, heeft jarenlang gewerkt bij Voetbal International en was altijd de contactpersoon tussen Voetbal International en PSV. Ik kwam regelmatig op de headgang. En heeft dus ook in zijn tijd heel veel met Luc Nielis te maken gehad. Nou, en waarom dan een boek over Luc Nielis en waarom juist De Waarheid? Nou, dat ga ik jullie graag vertellen. Nou, voordat ik wat ga vertellen over het boek en wat ik ervan vind, wil ik jullie heel even meenemen in wie nu Luc Nielis is. Luc Nielis is namelijk een sieraad voor de voetballerij, zoals achter op het boek staat te lezen. Waarom is hij nou een sieraad voor de voetballerij? Daarvoor heeft PSV op hun YouTube channel natuurlijk een schitterende compilatie gevonden en die ga ik eventjes voor jullie erbij pakken. En de titel is Luc Nielis, de man met de gouden rechter. Nou, waarom de gouden rechter? Niet omdat hij advocaat is, maar juist vanwege zijn rechterbeen. Zijn rechterbeen is fenomenaal, maar ook zijn linker. Hij kan echt fantastisch schieten, ook met links. Dus hij is gewoon tweebenig. En hoe vaak zie je dat nou eigenlijk, dat mensen tweebenig zijn? Dat is een gouden wapen in de voetballerij. Luc Nielis was geen verdediger. Was ook geen aanvaller. Nee, hij was echt een spits voor achter de spitsen. Een beetje een klassieke nummer 10. Hij geeft hem juist geen opdracht, maar laat hem gewoon lekker voetballen. Het is een voetballer die voetbalt en luistert naar zijn hart. Je hebt Ronaldo, de huidige Ronaldo bij Real Madrid. Is ook een voetballer die voetbalt met zijn hart. Moet je ook geen opdracht geven. Die doen dat automatisch. Messi doet dat automatisch. Zlatan moet je ook geen opdracht geven, want die doet die toch niet. Nou, Luc Nielis was ook zoiets. Maar hij was wel een hele bescheiden voetballer. Hij viel niet op. En juist omdat hij niet opviel, heeft hij het eigenlijk ook niet echt kunnen waarmaken in België. Nou, laten we gauw eerst even gaan kijken voordat ik hele toffe verhalen ga vertellen over Luc Nielis. Wat mijn mening is, zoals ik het zie. Laten we gauw even een klein beetje beeld gaan kijken van Luc Nielis daar hier. Check. Ja. Sinds zijn komst bij PSV in 1994. Ik was toen, ongeveer 12 jaar na. Dan ben je als kleine voetballer natuurlijk echt verfijnd voetbalfan. In 1994 kwam ook Ronaldo, die hadden ze tegelijk gehaald. Ronaldo kent iedereen, hè? Ronaldo Luis Nazário de Lima, inmiddels de Braziliaan. Inmiddels niet meer actief hoor. En de huidige generatie kent alleen nog Cristiano Ronaldo. Maar je had ook nog de echte Ronaldo, zoals we dat noemen. Maar die kwam ook in 1994. PSV had er een aanvalskoppel. Luc Nielis en Ronaldo. Ronaldo de spits die supersnel was. Iedereen eruit rende. Een fabelachtige kapbewegingen, scharen en dergelijke technieken had. En Luc Nielis, een man met inzicht, met brains. Een man die voetbalt met zijn hart en met zijn dingen. Nou, hij heeft beslissende doelpunten gemaakt, Luc Nielis. Echt beslissende doelpunten. Fabelachtige doelpunten, zoals PSV moest tegen Bayern München afgelopen dinsdag. Maar hij heeft gescoord tegen Bayern München. Nou, Oliver Kahn, toen echt een wereldkeeper, net als Manuel Neuer eigenlijk uit Duitsland. Die kon alleen maar die bal horen. En later is nog gebleken dat de coach volgens mij was hij niet de coach, maar Lothar Matthäus had gezegd dat het zondagsschot is. Nou, als je het boek van Luc Nielis hebt gelezen, dan kom je er gewoon achter. Als je die man ook kent van de beelden, dan weet je gewoon dat het geen zondagsschot is. Want die kerel kon echt voetballen en schieten. En ik zou echt zeggen, adviseer, ga even naar PSV-kanaal, hè. En zoek dit filmpje op en ga er gewoon ook even van genieten. Want je geniet echt van zo'n voetballer. Die zie je gewoon niet meer. Nou,
Thijs Legers heeft dat doorgehad. En die heeft met Luc gepraat. En die hebben heel intensief met elkaar gepraat. En Luc heeft zich blootgegeven, zoals we dat zeggen. En blootgegeven in dat hij gewoon zijn eerlijke mening geeft over zijn leven. Nou, en hoe begon zijn leven? Nou, laten we eens even helemaal teruggaan wat in het boek terugkomt. Luc Nieles, klein manneke met zijn vader. Altijd in de weer in voetballen. Zijn vader was een goede voetballer geweest toen de tijd bij de amateurs in België. Nou, en Luc die deed eigenlijk alleen maar voetballen. School vond hij niet leuk, vond hij niet belangrijk. Voetballen. Gewoon alleen met die knikker op het grasveld staan. Luc is geboren in Hasselt. En ging in 1973 speelde hij bij Halverwege Zonhoven en later bij Winterslag. En hij is prof geworden uiteindelijk bij Winterslag en is daarna voor veel geld destijds. En dan praten we niet over de 100 miljoen zoals Pogba nu kost. Wat echt een flauwekul is, maar dan praat hij wel gewoon over een paar miljoen. Ja, en dan in franken. Is hij van Winterslag naar Anderlecht gegaan. En Anderlecht was echt een chique club. Feestjes waren altijd chique. Kampioenschappen werden gewoon niet gevierd zoals wij in Eindhoven doen met een platte kar en bier en feesten. Nee, dat was allemaal heel bescheiden. Ze gingen uit eten, zoals ze dat in het boek vertellen. Nou, na zijn periode bij Anderlecht heeft Dick Advocaat toen de tijd trainer bij PSV in 94 deze fenomenale voetballer naar PSV gehaald. En eigenlijk heel snel heeft Luc Nieles de harten van mij en van alle PSV-fans veroverd. Hij heeft daar hele goede successen gekend. En eigenlijk is het heel sneu dat het met Luc niet goed is afgelopen. Zijn voetbalcarrière kwam heel desastreus ten einde. Hij is verhuisd van PSV naar Aston Villa. Hij heeft een paar wedstrijden, echt maar een paar gevoetbald. En brak zijn been en dat liep niet goed af. Ja, zijn carrière was daarmee ten einde. Ik ga niet de details vertellen, want dat lees je juist in zijn biografie. Maar daarmee kwam een einde aan zijn voetbalcarrière. En het risico bij profvoetballers is dat ze jarenlang alleen maar met die knikker bezig zijn geweest. En dat ze daarnaast niet heel veel kunnen of doen. Want hun leven bestond gewoon uit voetballen. Nou, en Luc is toen in verval gekomen. Helaas is het uitgegaan met zijn vrouw Patsy. En kwam Luc in de problemen met gokken. Gelukkig heeft het hem niet zijn leven gekost in die zin dat hij helemaal failliet is gegaan. Want hij is er op tijd achtergekomen. En gelukkig is Luc weer terug bij PSV. Inmiddels is hij spitsentrainer en is hij druk in de weer met Jurgen Locadia, met Steven Bergwijn. Echt, hij kan die jongens superveel leren. En samen met Ruud van Nistelrooy zitten zij in de spits. Luc en Ruud hebben trouwens ook nog bij PSV gespeeld. Samen vormden zij het duo Nini van Nistelrooy en Nieles. En samen, echt, ze maakten iedereen kapot. Ze scoorden bij het leven, ze voelden elkaar aan. Dus die jaren bij PSV 19, echt, ik vergeet het nooit meer, die 94, 95, 96, 98. Ook toenmalige huidige coach Philippe Cocu zat toen in het team. Boudewijn Sender, Arthur Newman, Jaap Stam, Ronald Waterreus, echt. Ovidus Stinga, Selko Petrovic, coach bij ADO Den Haag. Het was echt een geweldige periode. En dat waren nog eens ook echt namen die PSV toen zeker had. En Nieles was heel bescheiden. En wat ik eigenlijk het allerergste vind, is dat zo'n, in mijn ogen, wereldvoetballer nooit erkend is. En zeker niet erkend is in zijn eigen land. In zijn eerste seizoen bij PSV werd hij in Nederland gelijk voetballer van het jaar. Hij won de gouden schoen. Iets wat in België nooit gebeurd is. En waarom niet? In het Belgisch elftal heeft hij slechts zoveel doelpunten gescoord. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. 56 interlands en maar 10 doelpunten. Bij PSV scoorde hij aan de lopende band. Nou, daar moest iets aan de hand zijn. Nou, dat vertelt Luc zelf. Zijn mening, zijn waarheid over zijn leven. Nou, wat adviseer ik jullie? Koop dit boek. 1999, nou, €20. Vraag het voor de feestdagen die eraan zitten te komen. Maar bij een PSV-fan dan moet je dit lezen. Volg mij op mijn kanaal, abonneer je. Ik hoor ook heel graag wat jij van het boek vindt, wat jij van Luc Nieles vindt. En als je wilt dat ik vaker dit soort vlogs ga vertellen over mij, wat ik lees en waarom ik het zo interessant vind, dan doe een duimpje omhoog, abonneer je op mijn kanaal.
En volg me, ik vlog nog veel meer, niet alleen maar over boeken, maar gewoon ook, ik blog over lifestyle, food, sport en tech. Alles met techniek als technerd. En dat doe ik allemaal op justmark.nl. Hey.